Linda Voortman, GroenLinks. Krijgen Kamerleden hulp bij hun werk? Ik denk dat het, als je in een hele grote fractie zou zitten, kun je wel meer zelf doen. Maar als je in een hele kleine fractie zit, is het heel moeilijk om zonder beleidsmedewerker uh, te zijn. Omdat je dan over zoveel onderwerpen gaat, ja, en dan, uh, ja, dat kost dan zoveel tijd. Dan heb je mensen nodig die je helpen bij de voorbereidingen van. Zijn zij ook bij debatten? Als het een heel moeilijk debat uh, is, dan uh, vind ik het ook fijn dat de beleidsmedewerker ook in de zaal zit. Dan zit ze achterin. En als ik dan een vraag heb of ik denk: hé, hey, vorig jaar hebben we het hier ook over gehad, dan loop ik even naar achteren en dan vraag ik: kun je even opzoeken wat we de vorige keer hierover besproken hebben? En dan zoekt zij dat heel snel voor mij op. Zodat ze zelf kunnen internetten. Nou, je ziet wel dat kamerleden uh, inderdaad met hun iPad bezig uh, zijn of met hun telefoon, maar dat is niet omdat ze niks te doen hebben tijdens het debat. Uh, je krijgt de hele tijd krijg je e-mails binnen uh, en bijvoorbeeld op Twitter daar kunnen mensen ook reageren op wat ze op televisie zien. Dus ik heb bijvoorbeeld wel eens als ik een debat heb over een, uh, een belangrijk onderwerp in de zorg, dan zijn er heel veel mensen die dat volgen. En dan kijk ik op Twitter wat mensen dan zeggen. En soms zeggen mensen, je moet ook hier en hier naar vragen. Je moet deze vraag stellen. Hebben ze dan geen interesse in het debat? Nee, het is geen desinteresse. Ik denk dat de mensen die de debatten voeren en die in de zaal zitten, heel erg geïnteresseerd zijn in het debat. Maar ook juist heel graag aan de mensen die het debat volgen willen laten zien wat ze doen. En ook heel graag willen uitleggen. Dus het is juist heel veel betrokkenheid. Dus er komt geen verbod op. Ik denk dat een verbod niet heel veel oplost. Um, want dan zou dat ook betekenen dat we minder snel kunnen reageren op, uh, op e-mails. Dus dat moet dan allemaal later gebeuren. Misschien zeggen we dan ook wel van we kunnen niet alles uh, beantwoorden. Dus dat zou denk ik jammer zijn. Uh, en je mist dan ook het stuk interactie tijdens een debat via Twitter uh, bijvoorbeeld. Dus ik denk dat dat uiteindelijk niet veel oplost.